gestolen van de Olsen Brothers 2 jaar geleden. De prestaties van Roemenië zijn nu niet bepaald om over naar huis te schrijven. Het beste resultaat was tot nu toe een 17e plaats in 2000. In 1996 sneuvelde Roemenië al in het voortraject en dat kostte toen zangeres Monica Angel een reis naar Oslo. Maar nu is ze er via een overwinning in de Roemeense finale toch in geslaagd de internationale finale te bereiken. Niet alleen, maar met zanger Marcel Pavel. Beiden staan bekend om hun krachtige stemmen en dat lieten ze deze week tijdens de persconferenties ook wel horen. Monica met gospels en Marcel met aria's uit opera's. Het grootste probleem is dat hun...